Ik ben de vader van Ellen van Dijk en ik kom haar aanmoedigen. Het is een hele spannende dag. Dat betekent heel veel voor haar. Ik werd vanmorgen wakker en op een gegeven moment hoorde het regen. En met regen weet je ook, met de afdaling en dergelijke, dat er toch wel veel risico's in zitten. Dat het behoorlijk nerveus wordt als vader zijnde. Gewoon op het moment van starten het draadje maken, zeg maar. Het is gewoon ja, heel erg spannend. Hotel, 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 hotel. Bocht daar al, hè. Dit is gewoon, ja, nou, god. Ja. Een hoop weten niet eigenlijk wat topsport, wat ze ervoor in moeten leveren, zeg maar. Hè. Dus op tijd naar bed, vreselijk veel trainen. En ze zijn er bij wijze van spreken al een jaar mee bezig om zo'n resultaat te behalen, zeg maar. Ja, het is eigenlijk heel teleurstellend afgelopen is. Eigenlijk doordat Ellen zeg maar, een heel klein stuurfoutje maakte, zeg maar, heel even in de berm kwam. De vierde plaats net naast het podium, dat is niks. Dat is gewoon geen rottere plaats, zo moet je het eigenlijk zien. Hè. Shit.